bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het appiëren bespreken. In een appiëment vind ik het heel belangrijk, of in een zijgang in het algemeen, vind ik het heel belangrijk dat ze lossigheid houden, dat ze stabiel blijven in hun houding, dat ze hetzelfde ritme hebben en dat ze makkelijk voorwaarts-zijwaarts zullen lopen. Dus in een zijgang altijd vooruit blijven denken. Nou, dat ga ik jullie zo meteen allemaal uitleggen hoe ik dat doe. Dit is Famous, deze hebben jullie al een keer eerder gezien in een andere video. Het heeft even een tijdje geduurd met video's plaatsen, want het een en ander is allemaal aan het veranderen. We zijn allemaal nieuwe dingen aan het verzinnen. Dus, maar we proberen nu elke week een nieuwe video te posten. En we hopen dat jullie weer heel enthousiast gaan kijken. Goed zo. Nou, je ziet al dat Famous is al iets hoger opgeleid. Dus die draaft al iets meer van de vloer. Nou, wat ik belangrijk vind is dat het ritme hetzelfde blijft, dat hij altijd eraan blijft trekken. Als ik hem wat opvang, dat hij door blijft lopen. Juist. En als hij dan weer wat uitrijdt, dat hij dan makkelijk vooruit wil komen. Zonder dat ik heel veel poespas hoef te doen. Braaf. Als ik start met een oefening aanleren, vind ik het belangrijk dat het voor het paard zo eenvoudig mogelijk is. En dat ik het ook zo eenvoudig mogelijk maak. Nou, appiëren is natuurlijk zijwaarts gaan. En dan kijken ze tegelijkertijd in de richting waar ze heen lopen. Nou, dat ga ik proberen te doen. En ik simuleer dat in het begin. Begin ik gewoon echt lullig draven, gewoon makkelijk, simpel over de rug draven. En ik maak een linksomkeert of een rechtsomkeert, even afhankelijk op welke hand je rijdt. En ik stuur hem richting de letter van de linksomkeert en dan probeer ik het kontje wat mee te nemen. En dan ga ik van daaruit probeer ik een beetje een appiëment in te zetten. Op het moment dat ze dat mooi meenemen, beloon ik en zeg ik ja, dit is hopelijk goed. Ja, en dat ga ik steeds verder uitbouwen. Ik heb ze in een losgelaten houding, lekker over de rug, heel simpel laten draven. Dus ik stuur hem schuin achter me, richting B. En dan neem ik het kontje wat mee. Nou, van daaruit ga ik kijken of het kontje nog wat extra mee kan. Blokkeer ik een beetje de voorhand en dan gaat hij geleidelijk aan opzij. En blijft hij in de richting kijken waar hij heen moet. En dan van daaruit moet ik weer rust houden. Nou, nu zag je dat hij iets vooruit ging. Nou, op zich is dat niet heel erg. Maar ik probeer dus gewoon constant ervoor te zorgen dat het voor het paard ongedwongen is en dat het leuk blijft. Dus op het moment dat ik een oefening inzet en hij voelt fijn, beloon ik hem uiteraard. En op het moment dat hij thuis geeft, beloon ik hem ook. En op het moment dat hij niet thuis geeft, dan moet ik een keer verder zijn. Dan trek ik eraan met mijn been en van daaruit is hij dan weer simpel. Dus je wil altijd reactie. Nu ook, ik stuur hem richting E en dan probeer ik het kontje wat mee te nemen. Juist, juist. Zo leer ik het een jong paard. Ja, dat ik dezelfde buiging, dezelfde stelling kan houden en van daaruit gewoon makkelijk, heel ongedwongen, daardoorheen kan rijden. Nou, op het moment dat ze een beetje het principe snappen, dan ga je een keer proberen om het wat mooier te maken en dan ga je wat schakelwerk pakken in de zijgang. Ja, dus op het moment dat ze snappen dat ze zijwaarts moeten op jouw ene been en dat ze in dezelfde buiging en hetzelfde ritme moeten blijven, dan ga je kijken of je wat schakelwerk kan pakken. Dus ik ga weer wenden. Komt in een schoudervoorachtige houding aan. Dus je stuurt hem weer met de voorhand wat terug. En dan ga ik wat opzij. En dan wil ik van hieruit een keer vooruit rijden. Braaf. En ik wil weer een keertje terug kunnen komen. Braaf. En wat dan belangrijk is, dat je ook probeert hetzelfde ritme en dezelfde houding te houden. Dat je ontspannen kunt zijn aan de voorkant, dat het niet te veel moeite kost. Ook nu weer belangrijk tussendoor om schakelwerk te pakken, controle te vragen en stabiliteit. Je steeds kunt zeggen van, hé, ik rij een keer wat uit en ik vang een keer weer wat op. En dan rij ik alweer een keer weer wat uit en ik vang alweer wat op. Dat die constant dat je controle houdt. En dat is uiteraard ook zo in je zijgang. Nu vraag ik mijn rechterbuiging, rechterstelling al door voor mijn wending. Ik kom weer schouder voor aan. Ik stuur hem weer licht terug naar de letter. En dan ga ik weer opzij. En vanuit opzij gaan kan ik zeggen, ik ga een keer vooruit. Nu had ik een taktfout, dus nu trek ik hem even iets door. Gaaf. En ik vang weer wat op. Goed, dat is beter. Op het moment dat ze het principe zijwaarts en voorwaarts blijven snappen, dus in de zijgang steeds naar voren blijven denken, dan is het belangrijk dat je variaties aanbrengt. Wat voor variaties breng ik dan aan? Wat ik dan vaak doe is ik buig hem iets extra in, of ik buig hem iets extra door, of ik zeg ik buig hem wat minder, of ik ga de andere kant op appiëren. Maar dat ze steeds fris blijven, dat het niet een trucje wordt, maar dat het gewoon steeds controle blijft. Dus nu ga ik weer een appiëment inzetten, ik zet hem iets weg voor mijn binnenbeen, dat hij daar omheen buigt, hou de voorhand weer voor.
En dan buig ik hem door. En dan zet ik hem weer in. En dan wil ik hierin wat opvangen. En ik ga weer wat uitrijden. En ik wil weer wat opvangen. En ik ga van daaruit weer wat uitrijden. Omdat je constant voelt dat het gewicht op achter blijft. Dat ze voor vrij blijft. Dat ze los blijft aan de voorkant. Dat ze simpel is. En van daaruit draaf ik door in het appartement. Ik schuif de wachtschouder voor. En dan neem ik hem wat mee. Juist. Vang ik hem hier weer wat op. Wil ik weer bovenin blijven. En dan rijd ik weer wat uit. En ik vang weer wat op. Ik wil wat bovenin blijven. En ik ga weer wat uit. Braaf. Daar. Goed. En op die manier leer je het paard dus ook dat hij balans op achter houdt. Dat ze gedragenheid blijft houden in een zijgang. En dat ze aan de voorkant stabiel blijft. Want dat willen we uiteindelijk hebben. Goed. Weer makkelijk. Neem ik hem nog een keer mee hier voor links. En dan ga ik nou een variatie aanbrengen. Dus ik wil je zo meteen zien dat ik hem in de houding iets verplaats. Dus je kunt zeggen, ik heb hem nou wel bovenin. Ik buig hem weer in voor mijn linkerbeen. Schouder voorzetten. Ik zet hem door in mijn appartement. Dan wil ik hem nou een tandje ronder. Moet hij blijven zijwaarts gaan. Juist. En ik wil hem nou weer een tandje omhoog. Juist, braaf. En ik wil hem nou weer wat ronder. En ik ben weer makkelijk. Goed. En op die manier ga je steeds een beetje sleutelen om te kijken of je nog steeds wat te vertellen houdt. Op een gegeven moment, op hoger niveau, kom je in een zigzagappartement terecht. Wat ik heel belangrijk vind in een zigzagappartement is dat je eerst de nieuwe buiging voor elkaar hebt voordat je het nieuwe appartement inrijdt. Dus ik ga hier weer het schouder voorzetten. Ik zet hem licht opzij en ik neem hem mee. En van hieruit ga ik eerst een paar passen wijken voor mijn linkerbeen om hem om te stellen. En dan neem ik hem mee voor mijn andere. Dat ik echt ervoor zorg dat hij daar in een goede buiging is voordat ik daar het nieuwe appartement in zet. Ja, links. En ik neem hem mee voor mijn rechterbeen mee naar links toe. Ik stel hem hier weer wat om. Een paar pas schouder voor. En ik rij weer uit naar rechts toe. En ik heb hem echt door rechts gebogen. En ik stel hem weer om. En ik buig hem naar links. En ik ga het weer door. Kijk, dan gaat het mooi vloeiend. Ja. Nou, nu heb ik jullie laten zien wat ik belangrijk vind aan appartement. Ik zal het nog even kort samenvatten. Ten eerste is het belangrijk dat je eenvoudig begint. Dus zorg er gewoon goed voor dat hij makkelijk in de houding is. Dat hij een lekker ritme heeft. Dat hij gewoon lekker normaal draaft. En van daaruit zet ik een linksomkeerd of rechtsomkeerd in. Ik zet de voorhand alvast naar de desbetreffende letter. Dus naar de E of naar de B. En dan probeer ik het kontje daarin mee te nemen. Ja, dus dan zet ik hem weg voor mijn buitenbeen en dan moet hij kont volgen. Op het moment dat hij dat principe snapt, dan gaan we het een beetje lastiger maken. Dan gaan we iets meer draven, zetten we hem iets meer weg voor het nieuwe binnenbeen, zodat hij de goede buiging houdt. En vanuit die buiging kan hij dan schakelwerk aannemen. Op het moment dat hij schakelt en dat ook goed gaat, dan ga je variatie aanbrengen. Dat het niet een trucje wordt, maar dat het gewoon allemaal controle is. Bedankt voor het kijken en je weet het. Like, deel en werf nieuwe volgers voor Dressuur Stapbloem. Tot de volgende keer.